Dagteksten, dinsdag 23 augustus 2022. Exodus 20, vers 2. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Exodus 20, vers 2. 2 Korinthe 3, vers 17, het leerwoord, waar de geest des Heren is, is vrijheid. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. 2 Korinthe 3, vers 17. Dank, dank o Heer voor uw goede zorgen. Dank u dat wij weer een mooie dag hebben. Een stralende belofte van u. Dat wat wij ook zullen ondernemen met u. Dat wij zullen gelukken. Als wij maar vasthouden aan uw belofte. Vader, wat een genade dat gij uw volk uit Egypte geleid heeft. Daarom zijn wij er ook, omdat u ons geleid hebt door de Heere Jezus Christus, die alles, maar dan ook alles gedaan heeft om ons genade te schenken, daar aan het kruis op Golgotha. Uw striemen, o Heer, hebben ons genezen. En uw liefde, die zo machtig is, omstraalt ons. En zo willen wij vandaag, geleid door uw geest, gaan en staan. Want inderdaad, waar uw geest is, is vrijheid. Geef dat wij steeds meer en meer door uw geest geleid mogen worden. Uw geest van waarheid, uw geest van liefde, uw geest van vrijheid, uw geest van vrede. Maar mogen wij bovenal uw barmhartigheid en uw nederigheid aandoen, Vader, zodat het veel makkelijker zal zijn om uw liefde te delen met zelfs degenen die ons niet willen zien. Vader, ook wij hebben die momenten en wij vragen uw vergeving. Wij komen voor uw troon van genade om te belijden dat wij liefdeloze mensen zijn zonder u. Maar met u willen wij proberen om uw liefde steeds meer en meer te willen uitstralen, te willen omarmen, te willen hebben, Heer, want liefde is het die ons leidt. Liefde is het die ons in de gelegenheid stelt om anderen lief te hebben. Zoals u bevolen heeft, heb je naaste lief. Vader God, we houden van u. En omdat we van u houden, omarmt u ons en wilt u dat wij anderen ook brengen bij u. Neem over van ons, o Vader. Help ons om vandaag en de dagen die voor ons liggen, alles in het werk te stellen om naastig die vrijheid, die ongebondenheid, die gezondheid, die wat dan ook, Heer, alles wat met u te maken heeft, na te streven, opdat uw koninkrijk mag komen. En uw wil en uw wil alleen mag geschieden in alles wat we doen. Gaat u zo met ons, o Heer, als wij ook voor uw troon van genade brengen, de jarigen. Zij die staan voor keuzen. Zij die niet weten hoe ze om moeten gaan met sommige zaken. Mogen wij alles bij u laten, voor uw troon van genade. U alle lof, eer en glorie geven, ook in onze angstigste momenten, omdat u en u alleen ons die geest heeft gegeven van moed, van vrijheid, van liefde, geborgenheid. En zo willen wij de dag gaan, o Vader, en u alle lof, eer en glorie geven die u toekomt in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.